Ja, dat is onze topprioriteit natuurlijk. Ik denk dat het de eerste verantwoordelijkheid van een overheid is om de veiligheid van zijn burgers te garanderen. En daarmee dat we zoveel volk vandaag op het terrein hebben, niet alleen in Brussel, maar ook in andere steden, om te zorgen dat de Nationale Feestdag vlekkeloos verloopt. Het grootste feest van België zit er weer op. Op 21 juli, de Nationale Feestdag van België, verzamelden weer tienduizenden mensen van over heel het land en zelfs van over heel de wereld in Brussel om mee te vieren. Voor de meeste van hen was dat met voorbedacht te raden. Voor sommigen eerder toeval, maar voor iedereen was het een feest. I'm here for the weekend because there is Tomorrowland. And today we have like a free day. The festival starts tomorrow. And I think it's perfect that today is national holiday, so two parties. Het is voor ons eigenlijk een toffe dag om met de kinderen met een trein te vertrekken en gewoon van alles tegenkomen. We zien wel waar we belanden. Er is van alles te doen. Vooral voor de kinderen is het heel tof dat ze dit spelen een beetje die jeeps, die tanks, die straaljagers en zo. Gewoon al die militaire aanwezigheid en zo. Ze kijken er echt naar op en dat is wel plezant voor de kinderen eigenlijk. De hoofdstad staat tijdens de Nationale Feestdag inderdaad bol van de evenementen en activiteiten. En die zijn zeker niet alleen voor kinderen bedoeld. I come to see, have a look what happened, like how you celebrate in this day. And I check that you have a lot of events and some activities. So I just walking around and always come to see what happened. So then I saw the calming and jumping. I said, oh, I'm in long dress, but I need to do this. I decided it should be a very nice experience to do this on National Day of Belgium. So it's cool. De evenementen en activiteiten in het Warande Park vormen een belangrijk deel van 21 juli. Maar het zou geen nationale feestdag zijn zonder een defilé. Dat startte met militaire stiptheid om 4 uur in de namiddag. 1170 militairen en 54 militaire voertuigen defileerden er samen met de civiele hulpdiensten van de Koningsstraat naar het Paleizenplein. En ook in de lucht defileerden verschillende militaire vliegtuigen. Het feest zit er ondertussen op. Brussel loopt stilaan weer leeg en begint alvast aan de voorbereidingen voor 21 juli 2017. Ja, ik verwacht gewoon dat de mensen de richtlijnen van de veiligheidsdiensten goed opvolgen. En dan zullen we de zaken wel onder controle houden. Mon nom c'est John Dumont. Je suis chanteur depuis maintenant plus de 20 ans, je crois. Le nom de mon band c'est TheBelgians.be. Moi je suis un fervent défenseur de l'unité entre francophones et flamands et même la partie germanophone aussi. Mais je trouve que voilà, la Belgique a toutes ces particularités qui font qu'elle est juste magnifique quand les gens sont rassemblés quoi. C'est un message que moi je délivre toujours aux gens, c'est-à-dire l'important c'est pas les différences, c'est ce qu'on a ensemble.